Ahmed El Messaoudi maakt sinds een maand deel uit van de eerste selectie van FC Groningen. Hij speelde een aantal wedstrijden met de reserves van de FC en scoorde vorige week in een oefenwedstrijd tegen FC Emmen. Omdat het een besloten wedstrijd was, zijn er geen beelden van het doelpunt. Dus vertelt El Messaoudi hoe de goal viel. Dat is op corner, kopbal. Ja. Dat was de 1-0, juist voor de rust. Mm-hmm. Dus je bent ook sterk met het hoofd? Ik wist het niet, maar ja, ik denk het wel, ja. Ja, wat is jouw indruk van de ploeg als je meetraint? En je hebt natuurlijk ook met de reserves al wedstrijden meegedaan, vorige week een oefenwedstrijd. Wat is jouw indruk van de ploeg? Ja, veel kwaliteit in de ploeg. Veel kwaliteit en ook een goede spirit. Mm-hmm. Ik denk dat iedereen wil ontwikkelen en wil leren. En we hebben een jonge ploeg, maar ik denk dat iedereen kan iets brengen naar de ploeg. El Messaoudi speelde tot nu toe 121 wedstrijden op het hoogste niveau van België en Nederland. Hij heeft dus aardig wat ervaring en probeert die ervaring over te brengen op de jonge spelers in de selectie van FC Groningen. Ja, ik probeer hem soms te corrigeren of als ik zie iets dat ik denk dat ik moet iets zeggen, dan zeg ik. En ik heb veel wedstrijden gespeeld en ik probeer ook mijn ervaring te brengen in de ploeg. Mm-hmm. Ja. Want jij ziet ook sneller situaties, denk ik, gezien jouw ervaring in het voetbal. Je kunt sneller situaties herkennen. Ik denk niet zoveel en ik probeer te spelen op gevoel. En ik denk dat is misschien een van mijn kwaliteiten. Die kwaliteiten laat El Messaoudi zien in de wedstrijden van de reserves en tijdens de trainingen. De vraag is nu wanneer hij zijn officiële debuut gaat maken voor FC Groningen. Dat weet ik niet. Je moet misschien met de trainer praten. Mm-hmm. Maar ja, ik doe mijn best op training en ik wacht op mijn moment. Misschien komt dat moment komende zaterdag als FC Groningen de uitwedstrijd tegen VVV Venlo gaat spelen. Ja, we weten dat de VVV is een ploeg die vechten op het veld. Ik denk dat we hebben een betere ploeg dan VVV. Maar daar is het niet altijd gemakkelijk om te spelen, maar ik ga gewoon vechten en voetballen.